is ook weer een nieuwe video. Hiel kan Floris en vandaag gaan we voor de 1500 likes. Ben je geabonneerd op meneer? Erker staat al aan, ik heb het toch warm. Zitten op, ja, laag. Gewoon weer belachelijk eigenlijk. Dus, het spijt me heel zeer. Maar ik ga weg van het deck. Jongens, ik kan het, boys, ik heb het geprobeerd. Maar ik kan gewoon nu niet met die Bandit Rocket. Ik word er gewoon, ik wil er niet meer aan denken. Ik kan die hele Bandit, kan ik gewoon niet meer zien. Dus ik ga toch switchen. Ik weet, het is een van de dommere dingen die je kan doen. Als je in een trophy push zit. Zeker als je een bepaald doel voor ogen hebt. Zeker als dat doel nog een beetje ver weg is. Maar ik kom gewoon tegen matchups. En voor mijn gevoel. En natuurlijk, altijd is het je eigen fout als je potjes verliest. Er is altijd een reden waarom je potjes verliest. Maar voor mijn gevoel heb ik gewoon niet het gevoel. Voor mijn gevoel heb ik gewoon niet het gevoel dat het mijn fout is soms. Ik heb soms gewoon het gevoel dat ik er echt niet heel veel aan kan doen. En dat ik gewoon, ja, ken ik dan misschien dan toch niet goed genoeg ben met dit deckje. En ik heb ook geen idee hoe ik dit anders kan spelen. Dus dan is er gewoon eigenlijk de enige optie. Switch je deck. En dat is dus wat ik, ga doen eigenlijk nu. Ik weet niet of het handig is. Waarschijnlijk is het dus niet heel handig. Ik ga even de walbreken. Laten we even die, kijk, aanvalsbestverdediging. Even de Dark Prince. Skeleton King. Even naar achter droppen. Hoppatee. Aanvalsbestverdediging. Hitten we met één walbrekertje. Prima, staan we gelijk. Maar hebben wij wel een counterpush. Nee, maar ik heb dus echt gewoon mijn best gedaan. Met dat deckie. Maar het werkt gewoon voor mij niet. Het werkt voor mij gewoon echt niet. En ik denk dat dan het gewoon het beste en het slimste is om te doen. Is om gewoon te switchen. Om dan gewoon even toch een ander deckje te pakken. Kijk hoe lekker we nu aan het rammen zijn in één keer. Hoppatee. En dat is natuurlijk één potje. Maar ik denk dan toch dat het beter is om te switchen. Vaak zeg ik dat, dan moet je niet doen. Dat is echt het domste je kan doen. Is je hier opgeven of niet? Dat is altijd even vervelend. Dat is altijd afwachten. Timecop 1983. Heb je opgegeven of niet? Kijk het wel. Anders is je heel gemeen. Anders is je heel gemeen. Nee, heeft opgegeven. Oké, top. Eerst potje winnen op deze manier. Nee, maar ik ben altijd voor van blijf bij je dekkie, blijf bij je dekkie. Alleen als ik nu al vastloop. Op 6600. Of nou ja, nu zit ik zelfs onder 6500. En ik moet over... Vandaag is het welke? Vrijdag. Ik moet over... Morgen. Morgen is de stream. Ik moet morgen gaan streamen. En opeens 500 cups gaan pushen. Met een deck waar ik nu al vastloop op 6500. Dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen van... Ik ga het toch proberen. Maar dan gaat het gewoon niet lukken. Kunnen we heel links, kunnen we heel rechts zijn. Of je kan... switchen van deck. En misschien lukt het met een ander deck wel. Dus dat is dus mijn, mijn wanhopige poging nu. Wanhopige poging. Maar het wordt gewoon een super... jammer. Ik had nu graag... Ik dacht eerst dat ik Ice Golem Electro Spirit zag. Dacht ik eerst even... Oei, misschien X-Bow. Dus dat is mijn wanhopige poging op dit moment. Om... te kijken of switchen werkt. We gaan het zien. We gaan het zien. We switchen dus naar dit deck. Wat dus ook mijn probleem was met dat Bandit deckje. Is dat ik... Ja, ik kon wel Rocket cyclen. Dat kan. Maar... Ja, als je niet kon Rocket Cycle, want je had het gevoel dat het niet kon qua elixir. Dan was je gewoon echt zwaar de lul. Omdat je letterlijk alleen damage kon doen met een drill. En nu kunnen we dus ook damage doen met de walbrekers. Wat gewoon heel chill is. Het waren trouwens echt perfecte walbrekers. Leiden beide, leiden de e-barbs af. Bomber blijft net levend. En hij heeft wel heel veel meer elixir. Maar ik ben niet heel bang voor dit dekje. Ik denk niet dat ik heel bang voor dit dekje ben. Want ja, Valkyrie links, dat is gewoon genoeg. Denk ik. En dan rechts met guards. Of heeft hij nog veel meer elixir dat hij nu nog iets gaat droppen? Zijn we te laat met de guards? Dat is slecht. Maar ja, weet je. We hebben wel meer guards levend voor een counter push. Misschien gaan die damage doen. Oh nee, het is gewoon Electro Spirit. Nee, maar ik denk dat de beste optie is. We kunnen zijn e-barbs kunnen wij best wel makkelijk verdedigen. Gewoon met Bomber en Fire Spirit in principe. Hè? Dus wij kunnen gewoon die vuurbal gooien op zijn pomp. Ondanks... dat wij minder elixir hebben, voor mijn gevoel. Even een walbreker splitje. Gaat hij dan... Oké. We gaan dit doen. Dan wacht ik heel even kijken of hij... locht. Oké, top. Hij heeft nu wel die pomp. Oh, dit is een goedkope defense. We pakken wel damage. We pakken flinke damage. Dan... twijfel ik hier. Wil ik mijn Valkyrie nu gebruiken? Ik denk niet dat dat handig is. Ik denk dat het niet handig is om een focus te gebruiken. Snel. Oké, nou, dit geeft. Als hij nu... Oké, we gaan hem nu gewoon... Oké, top. Hij kan nu niet de mirror... en hij logt ook nog eens.
slechte drill. Hij kan nu niet mirror pompen. Ik wou even nu de druk flink hoog zetten, want ik wou hem niet laten mirror pompen. Oké, we hebben die Valkyrie. Valkyrie log... Oh nee, we hebben geen log in het deck. Maar Valkyrie moet toch genoeg zijn om twee... En zeker als er nog even een splash komt, moet toch genoeg zijn om twee musketieren te pakken. Dat is een beetje waar ik nu mee zit, zeg maar. Ik ga die hele rechter musketier niet negeren. Natuurlijk, dan zou ik dat doen. Dan zou ik de rechter musketier negeren. Oké, we mogen damage pakken. We mogen een beetje damage pakken. We moeten gewoon ervoor zorgen dat we niet onze toren kwijtraken. Want we hebben zijn toren in principe. Oké, top. Nou, hebben we gewoon gewonnen. Het eerste putje is... Het eerste putje is binnen. We pakten wat damage op het einde, maar dat maakt niet uit. We stonden flink achter in damage en dat maakt ook niet uit. Want ja, we moeten gewoon overleven. Want we hadden zijn toren al. En dat is gewoon goed gelukt. Top, eerste putje binnen. Zitten we weer eventjes op... Oh, tweede putje natuurlijk, want we hadden net een free win. Ga ik even kijken. Wat überhaupt de PR's waren net. Dit was ook... Oh, 6900, oké. En deze guy was... 6600. Nou ja, dat was niet hele... Ja, die eerste was wel redelijk oké, maar ja, die gaf op. Of die was... had iets met... Nee, gaf op, want we waren gewoon aan het ownen. Deze verdedigen nog wel. We kunnen nog 1 seconde langer overleven, maar ja, dan is het ook gewoon daarna voorbij. Ik denk oprecht dat dit een onmogelijke matchup was, maar laat zeker in de comments achter hoe ik deze had gewonnen. We hebben nu 2 potjes gewonnen, 1 verloren. Nou, het mag ook wel even een potje verliezen. Ik ga dit ook gewoon laten gaan. En dan gaan we gewoon nog een... nog 2 potjes doen. Okay, we hebben nog tijd voor 2 potjes. We hebben nog tijd voor 2 potjes. Nou, dit PR'tje was... 6800. Boys, wat denken jullie? Ik ga nu voor het eerst... Nee, ik luister wel vaak in de comments. Maar wat moet ik nu doen? Jongens, ik ben geswitcht weg van de Bandit. Bandit lukt gewoon niet. We gaan niet terug naar Rocket Bandit. We gaan niet terug naar Rocket Bandit. Want dat werkt niet. Ik heb offscreen gefocust gezeten. Het werkt gewoon niet. Ik ben er slecht voor dat deck. Dan hebben we nu dit deckje. Maar ja, werkt dit deckje wel zo goed? Gaat het nou heel goed nu? Nee. Totaal niet goed. Totaal niet. Daar ook niet een hele lekkere matchup. Ja, wie boeit matchups? Zie maar janken over matchups. Ja, weet je. Kunnen we gaan huilen met matchen. Maar we kunnen ook bedenken van gewoon een beetje de... Oh nee. De feiten we gaan inzien. En gaan inzien dat... misschien dit deckje het ook niet gaat worden. Maar welk deckje dan wel? Is er niet gewoon een deckje dat gewoon altijd wel een decent matchup heeft? Waardoor ik gewoon dat deckje kan pakken. En gewoon lekker kan feestvieren. Zo, we geven nu wel een logje hoor. We geven nu wel een logje, maar weet je, jammer. Popper. Ja, het zijn 2 hitjes al. Oh, dat is wel een lekker vuurbadje. Oei, dat is prima. Ja, of we gaan, of jongens, we gaan weer terug naar Mortier. Maar het is nu, het is nu vrijdag. We gaan morgen livestreamen. Ik ben in crisis, boys. Ik ben in crisis. We moeten in die livestream, moeten we echt beste... potjes ooit laten zien, want anders gaat het gewoon niet lukken. Of ik moet gewoon meer focussen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, we zien het wel. Ik ben nu bijvoorbeeld weer niet echt gefocust. Ik heb geen idee. We spelen tegen Gang inderdaad. Ik ben niet per se gefocust nu. Dus, we gaan het zien. We gaan nu even focussen dan dit potje. Dan doen we nog even 1 potje en daarna is het mooi geweest. Mega Man. We spelen tegen Mortier Bait. Oké. Het was een lekker vuurbaltje geweest, maar dit was een hele moeilijke vuurbal timing. Die Inverditor gaat best wel even lang de mortier ja, afleiden. Valt toch best wel mee eigenlijk. Nou, droppen we even 1 hitje. Nou, oké, dan mortier vooruit omdat jij bent. Omdat jij bent mortier mag je 1 hitje pakken. Krijg toch allemaal de kleding. Oké, kom met je gang. Nou, dan moet je kiezen gang op de dingen of allebei niet. Want je gooit gewoon een hele lijp mortier. Dat kan natuurlijk ook. Oké. Bomber, dan blijft hij in front door een beetje langer staan. Zo, Infernatoren, maak even die firecracker op. Hoppatee, net nog steeds niet. 3 keer heb je dat voor nodig. Vuurbal dat. Oké, ja, dat is een prima vuurbal eigenlijk. Goed even naar jongens. Het gaat ook allemaal niet mee. Het zit ook allemaal niet mee. Het zit ook allemaal niet mee vandaag. Oké, dat deden we nog semi goed. Oké,
Ik ga me niet vertellen dat turbo werkt. Oh my god, please, please, please. Gun me. Kijk, zo win je natuurlijk. Heel overtuigend, puur skill hier. Ik maakte echt geen foutje in dit hele potje. Het hele potje maakte ik echt geen enkel foutje. Dus ja, misschien toch wel dit deck kiezen, boys. Misschien toch... Jeetje, hoe we daar wegkwamen ook, hoor. Die mochten we ook gewoon niet eens winnen, eigenlijk. Ja, het wordt echt eventjes nadenken. Ja, misschien gewoon een Hogwarts Archie Queen. Dan zit je weer met die Archie Queen. Dat is je ook niet blij van. Ik ben heel benieuwd naar jullie feedback. Gewoon voor de eerste keren. Normaal, weet je, vraag natuurlijk feedback. En vind ik die feedback ook gewoon leuk om te horen. Maar dan weet ik het toch wel in mijn achterhoofd eigenlijk van... ja, ik weet eigenlijk wel wat ik ga doen, weet je wel. Dan vraag je gewoon feedback om aardig te zijn. Gewoon soms doe je ook wel aan je vriend. Dan zeg je van, wat vind jij? Maar eigenlijk boeit het niet heel veel wat hij zegt. Want je hebt al een soort van een mening wat je gaat doen. Ja, dat heb ik soms wel. Maar nu ben ik oprecht benieuwd naar jullie mening. Wat moet ik doen? Jullie kennen mij, vooral de trouwe kijkers. Ik wil alleen dat trouwe kijkers reageren, want die kunnen me echt de beste tips geven. Wat is nu het handigst? Welk deck denken jullie dat voor mij de grootste kans is om morgen gewoon die hele stream plat te branden en gewoon die 7k te gaan vieren met z'n allen? Welk dekje? Misschien dit deck, misschien wel dit deck. Ik zeg niet dat het niet dit dekje is. Maar ja, wat lijkt jullie het beste? Het enige wat ik wel weet, ik denk echt niet dat het Bandit is, boys. Ik denk echt niet dat dat Bandit Rocket dekje is. Ik voel hem niet heel erg, die Bandit Rocket. Wat ik wel merk, en ja, dat kan je natuurlijk makkelijk zeggen. Ik kan echt nog wel meer concentreren. Het is niet dat ik nu weer bijvoorbeeld... Waar spelen we nu tegen? Ik heb het nog steeds niet door. Hier bijvoorbeeld deze Valkyrie, ook heel lekker gedropt. Dus meer concentreren kan wel. Het niveautje kan omhoog. Maar toch, dat moet wel, weet je, dat moet wel een goed dekje zijn. Oké, we gaan even focussen. Wat heeft hij? Skelly zat hij, zag ik. Dat ding heeft hij. Hij heeft een Fire Spirit. Wat is zijn win condition? Miner was het. Het was Miner. Miner Dark Prince. Oh, ja. Nou, wij houden niet zo van Rocket. Maar Royal Master houdt wel van Rocket. We spelen namelijk tegen Miner Rocket. We gaan geen Valkyrie voor doen, want dan heeft hij Delivery Value. We spelen tegen Miner Rocket. Dus in principe... Hij was Skelly Zoom. Ik zweer jullie op mijn leven. Hij was Skelly Zoom. Huh? Huh? Waar waren we te laat met die Miner? Oké. Hij heeft wel een Tesla als defense. Waarom gebruikt hij die Tesla niet? Tijd hoor. Je zult denken. Oh, heeft die Furnitoren? Die hebben we voor mij al gezien. Voor mij hebben die Furnitoren al helemaal op het begin gezien. Dat laat ik weer zien hoe erg ik aan het concentreren ben, maar niet eens. Oké. Okay. Deliverer. Ik kom nu wel tegen een zieke counter, hoor. Even Rocket, hè. Even Rocket, wanneer gaat hij beginnen? Waarom is hij nog niet begonnen met... Waarom gooit hij me heet het of in de back of in de front? Vallend. Dat hoopte ik. Ik wachtte daar. Oh. Nou, je weet het niet, hè, jongens. We waren net ook echt ziek aan het verliezen. Toen opeens de comeback van de eeuw. Ja, oké, okay, ja. Oh, hij pakt niet eens mijn fokker. Oké, nou, dan... Dan is het nu spammen. Want anders is het log een dingetje en dan ben je... Is het genoeg? En dan is het klaar. Dus we moeten nu spammen. Maar ja, spammen werkt niet tegen de deckje van hem. Want hij heeft te goede defense. En hij is de volgende Rocket. En dan is het log. En dan is het GG. En dan is het boys. Wat moet ik gaan doen? Laat het achter in de comments. Misschien helemaal weg van stappen van dit. Ik weet het niet. Ik wil jullie ook niet in een hoekje duwen en zeggen van... Oké, ik denk dat dit het beste is. En dan gaan jullie dat ook maar zeggen.
Ik laat het open. Ik laat het open wat denken jullie het beste is. Ik heb jullie hulp nodig. Oké. Ik hoop dat jullie de video boven kijken. Zie je me in de volgende video. En tot dan mensen.